Hallo beste kijkers, leuk dat jullie er zijn en welkom bij deze eerste vlog over de priesterstudenten van het aartsbisdom die meegaan op de Lourdes Bedevaart. Wij zijn Paulus en Rick. Ik ben een beetje verkouden, zoals je hoort. Ja, en daarom zal ik een beetje meer het woord doen deze keer. Wij zijn priesterstudenten en gaan met de Lourdes Bedevaart mee. Ieder priesterstudent is ingedeeld bij een parochie. En in die parochie gaan wij meetrekken met de jongeren, met de ouderen, rolstoelen duwen, gesprekken houden, gezelligheid, catechese en bidden, samen bidden, op bedevaart gaan. En deze vlog en nog een aantal andere vlogs zijn de voorstelvlogs, zoals we die noemen, waarin we onszelf voorstellen. Ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben en blijf ons volgen op de social media. Ik sta hier bij Paulus en Paulus is aan het punt om weg te gaan. En waar ga je naartoe, Paulus? Ja, ik ga zo naar Abcoude toe. Want in Abcoude is de voorbereidingsavond voor de Lourdes Bedevaart van de parochie waarbij ik stage loop tijdens die reis. En tijdens die avond komen alle deelnemers van de reis van die parochie bij elkaar. Het is de parochie tussen Utrecht en Amsterdam eigenlijk, van Maarsen tot en met Abcoude. En het leuke is dat ik zelf ook uit die parochie kom. Ik ben opgegroeid in Maarsen en ik vind het wel heel leuk om deze reis ook met die parochie mee te mogen gaan. Sommige mensen ken ik vanuit Maarsen en sommige ken ik nog niet en die zal ik vanavond leren kennen hopelijk. Er zijn heel wat deelnemers die meegaan, ook aardig wat jongeren. Dus dat, daar heb ik wel zin in. En om daar stage te lopen. En wat is er nog meer in de link tussen Arendt Instituut en Maarsen? Ja. Ja, je bent nog steeds verkouden. Nee, dat is inderdaad wel leuk om te zeggen. Maarsen, daar ligt Alfons Ariens begraven. Waarnaar het Ariens Instituut vernoemd is. Dat was een priester en die is ook in Maarsen priester geweest. Hier, ja, zo op de foto. Hier. Ja. Die ligt in Maarsen begraven en daar gaan we ook elk jaar naartoe. Aan het begin van het studiejaar is er een herdenking bij zijn graf. Het was een priester die veel sociaal werk deed ook. En een goed voorbeeld voor ons allemaal. Ja. Dankjewel. Veel plezier vanavond in Maarsen. Ja, dat zal wel lukken. Ja. Dank je. En jullie tot ziens.